Zo is het maar net, ja. Dan ben je in de watten gelegd. Ja, nou ja, daar word je wel in de watten gelegd, ja. Het is niet omdat je Maarten van Rossum bent. Dat weet je nooit. Dat zegt ook, zeggen altijd mijn kennis of familie. Zegt, ja, dat jij in een kamer alleen komt te liggen, dat ligt alleen omdat jij het bent. En ik zeg van, nou, ik vind het vanzelfsprekend. Met van Rossum, kunt u mij horen? Ik hoop dat ik het overleef, want ik heb vanochtend mijn verstandskiezer laten trekken. Jakkers. Ja, dat moest gebeuren. Is het met penicilline afgedekt en zo? Ja, dat zat ja, dat zo. Is bij mij ook ooit gebeurd, maar ik bleek overgevoel of penicilline te zijn. Oh. Ja, dat is niet een aangename ervaring. Nee, de verdoving werkte goed deze keer. Dus dat is ook wel fijn. En ja, ze hebben het eruit getrokken. Dus, ja, bij mij ook. Ja, waarom dat dan moet, is mij nooit 100% duidelijk geworden. Nou ja, omdat het dan, het voegt niks toe. En daar lag bij mij een laagje nog van het tandvlees overheen. Dus dan gaat de viezigheid van het eten eronder zitten. Ja, het is een heel onsmakelijk verhaal dit, maar... Oh, ja, ik... volgens mij had het iets te maken met het dat er rijk te weinig ruimte in je gebied is. Het is een soort... Dat ook, dat speelt ook mee, ja. Het is een evolutionaire stand, als het ware, wat we helemaal niet nodig hebben. Ja. Ondanks de naam verstandskiezen. Maar wat, waar wij niks aan hebben, behalve dat we er last van hebben. Precies, precies. Dus dan moet het maar uit... Dan moet het natuurlijk op, dan moeten miljarden mensen zijn waar die dingen nooit getrokken worden. Want het is natuurlijk een hele procedure. Je moet goed verdoofd worden enzovoort enzovoort. Het ging heel snel. Ja, ik was er al een dagje beroerd van. Dus het kan zijn dat je dadelijk instort. Dat ik omval. Nou, ja, dat ja, zien we dan vanzelf stoppen wel. We ermee. Dan ja. Geef ik nog een korte beschouwing over verstandskiezen. Ja. En dan moeten ze het daar maar mee doen. Maar die man die komt binnen, die dokter. Ik denk dat het in een minuut is die eruit. Ja. Dus die komt binnen zijn... Je wordt, het is zo'n lopende bandprocedure. Precies. Dus ze hebben volgens mij 3 kamertjes op een rij. Eerst moet je naar een kamertje, krijg je een spuit, word je verdoofd. Dan moet je een kwartiertje wachten. En dan zegt hij, kom nu maar naar binnen. En dan, nou ja, een minuut. Rats. Ja, kijk, hoe meer routine, hoe meer ervaring de betrokkenen heeft. Precies. Hoe beter het is. Ja. Ja, dat is ook de hele achtergrond van die specialisatie van die ziekenhuizen. Als je natuurlijk een operatie 1 keer per jaar doet, ja, dan is de kans dat je veel ervaring opdoet niet groot. Als je elke week zo'n operatie doet, dan kun je het wel. Precies. En deze man heeft dan denk ik geneeskunde gestudeerd en tandheelkunde. Dus dat is best een zwaar pakket. Ja, volgens mij is dat wel een specialisatie bij de tandheelkunde, die trekkerij. Dus ik denk dat oh god, zou een kaakchirurg iets in die geest. Het maakt ook zo'n krakend geluid, hè, als hij doet. Ja, het is een verschrikkelijk geluid. Ja. Zonder meer. Ja, en nu nog over een tijdje de andere kant nog, hè? Dus ik ben er nog niet vanaf. Oh, dit was er 1. Dit was er 1. Ze mogen niet 2 kanten tegelijk doen vanwege de moet je pijn. Ik zou zeggen dat in mijn duistere herinnering dat 2 tegelijkertijd zijn getrokken. Ja, klopt. Dus. Aan 1 kant mogen ze boven en beneden doen, maar bij mij hoeft het alleen aan de onderkant. Maar ze mogen niet de andere kant dan doen. Oh, het is een beetje net als je ogen, die oogoperatie. Zoiets, ja. Wachten ze 2 weken om te kijken of het eerste oog geslaagd is. En dan doen ze pas het tweede oog. Ja, ja, precies. Dat was allemaal echt fantastisch. Ja, heb ik daar reclame voor gemaakt. Ja, dat je weer ziet als... Heel scherp nu zie je. Ja, fantastisch. Ja. Ik heb ook een bril, maar... Dan kan ik in de verte echt... Bij mij spreken een vlieg, dus kan ik zien zitten op een paal. Maar die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, die bril. Hoe gaat dat eigenlijk? Wordt dat ook verdoofd dan? Ja, dat wordt wel verdoofd. Dat wil zeggen, je moet een half uurtje wachten. En dan wordt het is een druppelverdoving. Dus het is niet de bekende angstdroom dat iemand met een enorme naald op je afkomt. En dat je dat ziet met je ogen. Nee, zo werkt het helemaal niet. Dus je krijgt een druppelverdoving. Elke 5 minuten geloof ik krijg je zo'n druppeltje. Dat je oog goed verdoofd is. En bovendien zit daar ook spul in waardoor de pupil sterk vergroot raakt. En dan kom je in die stoel te zitten. En dan wordt er ook nog een forse lamp opgezet. Dus met een verdoofd oog en een sterk vergrote pupil zie je geen kloot. Ja, je ziet een bol van licht. En dan wordt het oude lensje, dat wordt verfrommeld. Het voelt ook als een soort verfrommeling, moet ik zeggen. En dat wordt weggespoeld, de restanten. En dan frommelen ze er weer. Ja, het voelt ook frommelig aan. Maar je ziet niets daarvan? Nee, je ziet er helemaal niets van. Behalve dus dat licht, dat zie je wel. Ja, en je andere oog is afgedekt. Ja, geloof het wel. Ja, waarschijnlijk wel. Dat herinner ik me al niet meer. Nou ja, en dan frommelen ze dat nieuwe lensje erin. En dan is het klaar. En dan is het klaar. Dan moet je nog even, geloof ik, een kwartiertje wachten om te kijken of je niet ondersteboven valt. Of,
zich een wonderlijke complicatie voordoen. Ik ben daarna overigens tegen het advies van de medici naar huis gelopen. Ja. Het was hier om de hoek, wat was hier een diaconesse. Ik zei, is daar enig risico aan verbonden? Nou, ze moest het helemaal zelf weten. Dat zei, ik moest ook zeggen dat ik op eigen houtje vertrokken was, maar nee, dus dat had niets om het lijf. Je voelt er helemaal niets van. Nou, dan bijna dacht je dat je van die rare lichteffecten ziet, alsof het elke dag kerstmis is, zou ik maar zeggen. En dan heb je eigenlijk 14 dagen een unieke situatie, namelijk dat als je je slechte oog, als je dat, moet ik even goed nadenken, als je goede oog, als je dat open doet, dan zie je fantastisch. En als je het dan wisselt en je kijkt weer met je slechte oog, ik had veel staren in mijn rechteroog, dan zie je het verschil. Nu ben ik al langer gewend, dus jammer genoeg zie ik het verschil niet meer. Dan zie je wel het verschil heel goed op dat moment dus. Ik heb nog wel, als ik dan 's ochtends mijn werkkamer binnenkom, en het is zo'n zonnige, lichte dag, dat ik denk, bang, wat een licht zeg. Dus ja. dan herinneren mijn hersens zich nog even, laten we zeggen, het moment van lichte verbruining en verduistering, waar ik jaren mee geleefd heb. Het is wel fantastisch dat het kan, dit. Want staar is toch echt ongelooflijk. Staar is slijtage van het oog, toch? Ja. Nou, de een heeft er veel last van, geloof ik, en de ander niet. Ik had vooral in het rechteroog echt forse staar. Ik kon die verkeersborden boven de grote weg en zo niet meer lezen, ja. Ik moest eigenlijk nog een verhaal over mijn, ik weet niet of ik dat ooit verteld heb. Ik moest natuurlijk gekeurd worden toen ik 75 werd voor verlenging van het rijbewijs. Nou, dat was een fantastische procedure. Ik zal verder geen namen noemen, want die keuringsarts zei, ja, meneer Vosme, u ziet niet veel meer, maar ik zal u toch maar goedkeuren. En vervolgens moest je geloof ik ik zal het even voordoen, dan moest ik even de microfoon wegleggen. Moest je met je ogen dicht en dan met je vinger naar je neus en dan met de andere. Nou, als dat allemaal goed gaat, dan ben je goedgekeurd. Wat een opvallende manier om dat te toetsen, toch? Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk is er een voorgeschreven procedure. Ja. Dat die coördinatie nog werkt en dat soort van dingen. Ja. En toen heb ik er vrij snel besloten dat ik het maar eens liet opereren. Hmm. Ik had volkomen nutteloos uitgesteld. Ja. Nou, mijn oma heeft dat ook gedaan. Die was vond het fantastisch. Die zei ook inderdaad wat jij zegt. Nieuwe ogen. Je bent net alsof je weer 10 bent. Ja. Ja. Alles even scherp. En je ziet de kleuren ook veel helderder. Je ziet dus dat zonlicht kan je, dat is een enorme lichtmassa. En dan begrijp je pas hoezeer je enkele jaren een soort lichte verduistering hebt geleefd. Precies, precies. Maar ziekenhuizen is geen fijne plek op zich om naartoe te gaan. Nou ja, er was niets aan de hand, ik kan niet anders zeggen. Okay. We hebben laatst toch ook iemand gehad met die tandarts. Ja, ik ga met genoegen naar de tandarts. Ja. Je ligt plat, klassieke muziek. Nou ja, ik ben nog nooit in slaap gevallen, maar het zou technisch is het mogelijk. Overigens, even moeten we vertellen, Maarten zit niet op zijn toetsenbord dit uit te typen, maar het is de regen die je hoort. Mensen horen natuurlijk dit geluid, dit tikkende geluid. Ja, de frontpassage. Dus ja. Ik zag dat er een enorm regengebied over Nederland trekt. Lekker. Kan geen kwaad. Flink wat water, laat ze het ook goed opslaan. Ja. Dat we een beetje in bijgetankt hebben. Ja. Ja. Heb je nog, want het zijn natuurlijk de laatste weken van het jaar. Heb je nog bepaalde plannen de komende weken, dagen? 0,0. Eigenlijk ben ik een, vooral ten aanzien van kerstmis en oud en nieuw, ben ik een planloos type. Want ik voel niets voor een viering in een hotel of in een kerstmaaltijd met glanzende jurken en een nette. Dus ik doe dat heel simpel. Wij gaan, geloof morgen, dames, is dit uitgesteld, is vandaag vrijdag. We gaan morgen naar de kinderen in Haarlem en de kleinkinderen. En dan gaan we nog ergens eten volgende week bij kennissen. En dan komen die kinderen weer een keer hier. En nou, dat is het. Ja. En dan vieren we oud en nieuw hier. Ja. Vroeger deden we dat bij mijn zuster en zwager, maar nu haal ik mijn zwager even op daarvoor. We kregen nog een uitnodiging van Olga van Radio 1. Of hij op oudjaarsavond naar Radio 1 toe wilde komen. Om het podcastjaar door te spreken. Ik zeg, nou, ik zal het Maarten voorleggen. Ja, ik vind het erg sympathiek van Olga. Dankjewel, Olga. Maar dat gaan we dus niet doen. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Dus in het programma van Misha Blok, die ken je wel. Jazeker, daar ben ik toen. Die had mij heel sympathiek uitgenodigd. De dag nadat ik had voorspeld dat Poetin het niet zou doen. En
Maar toen bleek Poetin er anders over te denken dan ik. En toen heb ik daar die avond gezeten en uitgelegd waarom ik het verkeerd voorspeld had. Ja. Eigenlijk ja, uitgaande van logische redeneringen. En ja, het was volstrekt duidelijk en wordt steeds duidelijker dat Poetin bepaald niet gedreven wordt door logische redeneringen, maar door vage ressentimenten, woede, revanchisme enzovoort. Ja. Maar goed, ja, dus ik vond dat heel sympathiek dat ik daar mijn woordje kon doen. Ja, nog 3 maanden is het alweer een jaar geleden. Nou, voor oud en nieuw gaan we dat dus niet doen. Ja. Ik zal het Olga doorgeven. Ze heeft het bij deze gehoord. Je zit daar gewoon gezellig burgerlijk bij elkaar. Je eet een oliebolletje. Een doosje met paling misschien. Een echte uitschieter. Ja. En dat is het dan. En ga je ook naar de oudejaarsconferentie kijken dan? Nee, joh. Natuurlijk niet. Dat heb je zelf een paar keer gedaan, hè? Ja, maar daar ben ik vrij snel mee gestopt. Eigenlijk op basis van de overweging dat er zoveel oudejaarsconferences waren dat die van mij wel gemist kon worden, eerlijk gezegd. Claudia de Breij doet het nu, hè, dit jaar. Ja, nou, ik gun haar al het beste. Ik hoop dat het een leuke show wordt. Ja, maar... goede recensies las ik in de Volkskrant. Dat zijn natuurlijk, ze heeft al try-outs gedaan. Ja, 5 sterren kregen ze van de Volkskrant. Kijk. En ze zegt ook iets over Matthijs van Nieuwkerk. Want daar waren mensen natuurlijk benieuwd naar. Gaat ze daar iets over zeggen? Maar wat dan gezegd wordt? Omdat zij daar natuurlijk ook een vrij prominente rol heeft gespeeld. Zeker in het begin. Ze heeft gepresenteerd, hè? Ook afwisselend met hem. Dat programma. Met hoe heet hij? Die jongen van Jolen. Die heeft dat nog een jaartje gedaan. Oké, dus dat is jouw oudjaarsavond. En, ja, ik hou het dus zo rustig mogelijk graag thuis. Wat mensen er in hemelsnaam toe drijft om dan uitgebreid de horeca te gaan bezoeken of te gaan skiën in zo'n afschuwelijk skioord. Dat zijn allemaal dingen die niet aan mij volledig verspild zijn. Nee, of naar de kroeg, dat gebeurt ook nog wel eens, hè, dat mensen in de kroeg gaan zitten. Nee, ja, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, ik gun elke eenzame ziel, niet waar, een flinke borrel op oudjaarsavond in de kroeg, maar voor mij geldt dat dus niet. Ja. Denk je dat we nu de komende weken, of de komende maanden gaan we natuurlijk er naartoe dat het een jaar geleden is, hè, van Rusland in Oekraïne? Ja, dus dan krijg je dat allemaal nog weer eens op je brood natuurlijk. Allemaal dat gedoe weer, allemaal terug. En we hebben natuurlijk alle terugblikken die horen bij de laatste week van het jaar. Ja, waarbij het blijft toch enorm gek dat het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar is natuurlijk een totaal arbitrair moment. Ja. Je spreekt het met elkaar af dat het zo gaat, maar het is natuurlijk pure flauwekul. De Romeinen begonnen 1 maart, als ik het wel heb, of 13 maart of zoiets dergelijks. De Chinezen aan het eind van januari, Ted. En wij dan dus op dit moment. En het gekke is dat het toch op een of andere manier een soort afsluiting, psychische werking op je heeft. Wat je ook voor de zomervakantie heb je dat ook. Dat iets minder wel, maar dan denken mensen ook van nu moeten we alles afronden, alles moet klaar zijn. Dus je hebt ook het gevoel dat er is iets klaar, we beginnen aan iets nieuws. Ja. Ik ben overigens helemaal geen liefhebber van de maand januari. Nee, dat heb je wel eens verteld. Ik heb wel ontzettende moeite om te wennen aan het nieuwe jaar. Ik heb ook nooit een goed stuk geschreven in januari. Het is echt, het is helemaal niks. Het voelt als een lange zondag, heb je wel eens gezegd. Ah, nou dat is een hele, ik kan niet anders zeggen, dat is een hele verstandige uitspraak. Een lange, moet je erbij zeggen, een lange Nederlandse zondag. Want de grootste gruwel op aarde is de Nederlandse zondag van mijn jeugd. Waarin alles stilstaat, niets mag. Je mag je band nog niet oppompen als die lek is vanwege het orthodox-christelijke. Ik heb dat ook wel eens bekritiseerd natuurlijk. Vooral ook dat de Heer Jezus zelf helemaal niet zo raar orthodox-christelijk dacht over de zondag. Maar goed, of de Sabbat in zijn geval natuurlijk. Vreselijke dagen. Dat je altijd blij was dat het weer maandag was. Ja, maar terwijl zaterdag zo'n fijne dag was. Ja. Waarom hebben we eigenlijk 12 maanden en zo? Hoe is dat ooit bepaald? Dat is volgens mij, dat is het draaien van de maan. Ah, daar heeft het die waarschijnlijk net precies 12 keer rondgaat. Hoewel dat allemaal niet precies klopt. En we natuurlijk ook vrij regelmatig die jaartelling bijgesteld hebben, omdat die niet bleek te kloppen. En dat lag voornamelijk aan het feit dat we tegenwoordig natuurlijk een schrikkeljaar hebben. En daar zit dan een schrikkeldag in en dan wordt die hele zaak die wordt gelijk getrokken. Ja. Als je dat dus niet doet, dan krijg je de merkwaardigste verschijnselen. Precies. Waardoor je bijvoorbeeld voor de datum van de Russische Revolutie, krijg je al 2 data aangereikt, namelijk in de oude tijdrekening en in de nieuwe tijdrekening. Ja, maar waarbij ik altijd vergeet, ik geloof dat die 17e oktober, dat dan
oude tijdrekening is. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar je kunt je afvragen, waarom hebben we 7 dagen geen 8 dagen of 9 dagen? Dat heeft dat dus ook schijnbaar mee te maken. Dat hebben ze ook zo uitgerekend. Ja, volgens mij. Het zijn allemaal systemen die heel oud zijn. Pre-christelijk, laat ik het maar even zo zeggen. Dus dat heeft niet direct te maken volgens mij met het Oude en Nieuwe Testament. Ja, en dat hele idee natuurlijk dat de Heer een dag rust heeft genomen is ook al vrij eigenaardig. Omdat ik ook vind dat hij in die 6 dagen wel een beetje een glordige boel heeft afgeleverd. Dat had echt beter gekund. Ja. Waarom dan nou niet gewoon een paar jaar vooruit getrokken is om met de boel een beetje recht te trekken. Ik nooit goed begrepen. Alles moet nu af, als je ook met klanten of met collega's samenwerkt. Alles moet nu gebeuren, want het einde van het jaar, dus het moet nu af. Terwijl het kan ook na de vakantie. Ik geloof dat veel boekhouderijen ook per 31 december wordt afgesloten. Ja, maar ook gewoon werk, je hè? Je weet dat je ook van je bankrekening ook allemaal formuliertjes krijgt met het laatste bedrag van de laatste dag. En je moet natuurlijk bij je fiscale, bij je belastingopgave, moet je ook over al je rekeningen moet je een eindbedrag inleveren bij de belastinginspecteur. Ja, volgens mij is 1 januari de pijldatum, ja? Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat werk en zo. Dat gaat er gewoon door. Laat het lekker liggen, joh. Het kan volgend jaar ook weer. Ja, natuurlijk. Hoef je er niks van aan te trekken, zou ik zeggen. Nee, maar de mensen om je heen, als die je gek maken, ja, dan moet je een beetje mee in die sleur. Ja, dat zou sowieso in een veel bredere zin zou ik adviseren. Laat je vooral niet gek maken door... Ja, wonderlijke collectieve opwinding. Dat varieert van voetbal tot cultuurpessimisme. Het is, als je er even over nadenkt, allemaal... Ja, als je die hysterie in Argentinië ziet, dan denk je... Ze zijn nog steeds feesten vieren. Wat een treurigheid is maar, dat nou toch? Maar ze hebben natuurlijk niet... Iemand zei maar deze week, ze hebben natuurlijk niet heel veel om te vieren daar. Dus ze blijven maar feest vieren dat daar. Dat zal een rol spelen. Het is geen vrolijk stemmend land, Argentinië. En de laatste jaren waren ook niet bepaald niet makkelijk. Het is ook zo'n land wat eigenlijk ooit vroeger een gouden toekomst leek te hebben. En ja, vooral na de Tweede Wereldoorlog grondig in het ongereden is geraakt. Ja. Maar ik zou zeggen, ja, doe vooral, hou je aan je eigen gevoelens. Maar ik ben zelf dus vrij gevoelig voor dat nieuw startende jaar, die stomme januari maand. Maar misschien moet je iets bedenken dan zodat je meteen een kickstart hebt. Ja, nou ja, ik zal eens even, ik weet niet wat... Misschien moet je ergens naartoe. De deadline of moet je voor de nieuwe maart is 9 februari. Dus je zult zien dat ik het stuk tenslotte pas schrijf na 31 januari. Ja, maar misschien moet je iets ondernemen. Moet je een reis maken of moet je ergens naartoe gaan? Nee, ik heb sowieso massa's opnames. Oh, dat is op zich... Dat is een beetje vanaf 1 februari. Dan pas. Oké, dus januari is een verloren maand. Nou, ik heb wel de laatste week heb ik wel theateroptredens. Je kunt nu wel lekker je boek afmaken. Dat boek is er nog steeds niet af. Ja joh, hou erover op. Dat moet wel af, dat boek. Dat toch? Moet af, ja. Maar dan moet toch, kijk, dat boek dat is natuurlijk... Dat is geschreven in de onkunde omtrent de komst van COVID... en omtrent het zonderlinge gedrag van Poetin. Dus dat betekent toch dat er een heel ander einde aan dat boek gezogen moet worden. Ja. Kijk, het oorspronkelijke einde was eigenlijk de algehele mislukking... van de Amerikaanse, het Amerikaanse antwoord op 9-11. Zowel in Irak als in Afghanistan. En dan hadden we natuurlijk nog iets aan de eurocrisis kunnen doen. Maar het moet nu een ander eind hebben. Ja. En vooral natuurlijk de Poetins operaties. Die betekenen dat in allerlei opzichten dingen heel anders zijn gelopen dan we verwacht hadden. Daar moet wel uitgebreid aandacht aan worden besteed. Maar heb je dan toch mooi de tijd voor in januari? Omdat het is lekker uit te zoeken. Je moet daar langer de tijd voor hebben. Ja, maar die heb je niet. Dus dan komt het boek niet af. Ten slotte wel. Ten slotte komt het wel af. Misschien struikel ik ergens. En dan kan ik een tijdje helemaal niks meer. Omdat ik me niet meer kan bewegen. Zoiets, wie weet. Overweeg je nog om ChatGPT in te zetten om het boek af te maken? Nee. Ik heb al mijn natuurlijke wantrouwen tegen dit algoritme, want dat is het natuurlijk. Dat bleek toch wel grotendeels gerechtvaardigd te zijn. Ja, je kunt er een passabel tekstje mee maken. Maar ja, je begrijpt ook wel, in dat algoritme zit al potentiële meningsvorming. Ja, want er zijn ook mensen die hebben ons brieven gestuurd van we hebben Maarten van Rossum ingetikt in dat apparaat. Schrijf een gedicht over Maarten van Rossum.
En dan krijg je natuurlijk allemaal jouw karaktereigenschappen die terugkomen in die tekst van, dat, van die tool. Ja. De zwarte kleding, chagrijnig. Die tool is waarschijnlijk zo geregeld dat hij in een Wikipedia opzoekt wat er over je geschreven wordt. Ja. En daar maakt hij dan gebruik van. En klaarblijkelijk is het wel in staat om grammaticaal verantwoorde zinnen te maken. Dus zoals iemand nog zo geestig zei, het is vooral voor studenten die niet kunnen schrijven. En dat is de overgrote meerderheid van de studenten. En ook dus voor de nakijkende docenten is het wel een zegen. Ja. Maar de kans dat dit programma een fijne roman schrijft, die is 0,0. Ja. Ik krijg toch veel reacties van mensen die zeggen, jullie moeten je echt eens in verdiepen. Dit is de lulkoek wat jullie hier verkondigen. Het is veelbelovend voor de toekomst. Ja, misschien zit er gewoon ook in mijn hoofd een algoritme wat lulkoek produceert. Maar je zult zien dat ik op dit punt gelijk krijg. En net als de fusie, want nadat ik het had, was ik ook sceptisch over die fusie. Welke fusie? Hoe heet het? Het fusieproces als energieproducent. Ja. Nee, ik dacht even de fusie tussen RTL en Talpa. Ah, dat stond, nee. En nou, er stond nu een goed stuk, ik ben ook denk ik een economist. Nou, dat nog wel even aan zou lopen voordat dat iets wordt. We hebben natuurlijk met die hele artificial intelligence hebben we natuurlijk allerlei giganteske beloftes gedaan. Wat dat niet allemaal zou worden. En tot op heden heeft artificial intelligence een enorm nuttig effect. Namelijk bij automatische piloot. Bij het scannen van runsje foto's. En ja, dan zijn een aantal algemeen bekende en allang toegepaste vormen. Maar in deze, het idee dat dit programma dus echt originele teksten zal maken, lijkt me niet groot. Het is toch op het niveau van de zakenbrief. De conventionele zakenbrief. De formule zakenbrief. Nou, ik heb toch stukjes gezien dat ik dacht, ja, dit is ook wel iets anders dan alleen de zakenbrief. Het zijn ook hele persoonlijke tekstjes. Nou, het is gewoon normaal proza. Hmm. Omdat voor de meeste mensen het zelf schrijven van normaal proza al een praktisch onmogelijke opgave is, kijken ze er enorm tegenop. Ja. Er zijn klantenservices die geloven hier heel veel, die geloven hierin. Hè. Die denken, ja, dat systeem kunnen we gaan inzetten om zeg maar alle mensen online te helpen als ze een vraag hebben. Dat gebeurt al deels automatisch. Ja, precies, ja. Dan weet je al hoe laat het is. Eerst online wachten en dan krijg je online een soort van standaardadvies. Ja, hè? Wat nu al gebeurt volgens mij. Ja, bij allerlei dingen waar je niets aan hebt. Bol.com is dat ook, hè? Allemaal enorme eindeloos, te veel tijd kost, al die poppenkast. Ja. Dus dames en heren, ongetwijfeld zal uiteindelijk blijken dat er een genie achter steekt. Niet waar, een geweldig snel type, verbaal begaafde figuur, maar voor mij hoeft het niet. Nee. Bovendien, het grote probleem is natuurlijk dat die studenten leren toch al niet veel tijdens hun academische studie. En als ze dit algoritme hun scripties of hun beschouwingjes laten schrijven, dan leren ze helemaal geen kloot. Dus ik zie niet in wat de voordelen zijn. Nee. Maar is dit wel een wetenschappelijke mening die je nu geeft? Of is dit gewoon omdat je toch ook wat ouder wordt en dat alles wat verandert, dat je dat eng vindt? Die twee dingen sluiten elkaar niet uit. Wat er vanaf zo al verandert, vind ik in het algemeen helemaal niet verschrikkelijk eng. Ik zou hoogstens een lans willen breken voor de opvatting dat lang niet alles ten goede verandert. Hmm. Dat met name natuurlijk, simpelste voorbeeld, klantenservice natuurlijk achteruit geholpen is. Ja. Omdat dat allemaal aan callcentra wordt toebedeeld. Uitbesteed, ja. Mensen die nergens iets van af weten. Slecht betaald. Eindeloos wordt aan het lijntje wordt gehouden, wat je dan ook nog. Hè? Ja. Dit gesprek kost €1 per minuut. Dus ja, ik heb er niks mee. In toenemende mate moet je dus bij een luxe organisatie iets doen. Want die hebben nog gewoon een dame die aan de telefoon komt. Wat is een luxe organisatie dan? Nou, sommige auto's hebben je mag natuurlijk weer geen namen noemen, maar daar word je wel in de watten gelegd. Ja. Oké, daar heb jij ervaring mee met het merk waar jij zelf in rijdt? Ja. Oké, want je bent net bij de garage geweest. Zo is het maar net, ja. Daar ben je in de watten gelegd. Ja, nou ja, daar word je wel in de watten gelegd, ja. Het is niet omdat je Maarten van Rossum bent? Dat weet je nooit. Dat zegt ook, zeg altijd mijn kennis of familie, zegt ja, dat jij in een kamer alleen komt te liggen, dat ligt alleen omdat jij het bent. En ik zeg van, nou, ik vind het vanzelfsprekend. Ja, want ze denken natuurlijk, als ze slecht behandeld worden, dan zit je dat op tv te vertellen of in de podcast. Dat zou kunnen. Ik sluit het niet uit dat dat zo is. Maar mijn indruk is dat. Je hebt ook de bank bijvoorbeeld, ik heb er twee.
namelijk de ING. Nou ja, dat is gewoon waardeloos. Die heeft zoveel klanten, die zijn gereed geïnteresseerd in zijn klanten, 0,0. Maar ik heb een andere bank die moeiteloos om het vrijwel meteen aan de telefoon komt. Hmm. Ja. Mag ik dan weer niet de naam van noemen natuurlijk, maar... Nee. Nee, maar word je dan als je in de watten wordt gelegd bij zo'n automan, word je dan met koffie en gebak? Ja, en dat is letterlijk het geval. Ja. Ja? Koffie, een stukje taart krijg je. En de accu is gerepareerd? Nee, dat is een nieuwe. Een nieuwe accu? Oké. Okay. Ja, die oude accu had toch 75% nog maar van zijn oorspronkelijke capaciteit. Valt me wel een beetje tegen van dit Japanse merk. Nou, die auto is 5, 6 jaar oud. Dus dat is niet onredelijk hoor. Deze is nog ouder zelfs. Ah, maar ja. En je hebt nooit problemen gehad. Nooit. Even afkloppen. Maar nou, vooral als die langdurig in de kou had gestaan, had hij wel problemen om de zaak aan te zwengelen. Dan kwam hij weer naar huis. Dan moest iemand komen om dat te repareren. En dan komt er iemand van dat merk om de boel te repareren die er in no time is. Ja. Maar ja, goed, liever heb je... Ik mag ook weer geen reclame maken natuurlijk. Maar liever heb je het niet natuurlijk dat het gebeurt. Dat zou nog fijner zijn. Je bent klaar met je lezing en dan lijkt ineens dat je auto niet wil starten. Dat kan vrij vervelend zijn natuurlijk. Misschien moet je toch voor de degelijke Duitse kwaliteit kiezen. Nou, het gekke is dat de Audi A3 een hele goede reputatie heeft in de lijstjes die daarvoor zijn. Ja. Ja. Omdat dat komt, en heel veel Duitse auto's helemaal niet. Mercedes BMW ook wel. Bijvoorbeeld een waardeloze reputatie. Is dat zo? Ja. Hmm. Kijk, dat mag ik natuurlijk wel. Anti-reclame mag ik wel gebruiken of niet. Mag dat eigenlijk ook niet. Nou ja, je kunt ook anti-reclame weer... Straks begint BMW tegen mij een smaadproces. Nou ja, als het op feiten gebaseerd is, mag het volgens mij. Ik ga uit van die lijstjes van GD Power. Die Amerikaanse lijstjes. Maar wat is er dan met BMW slecht? Zal dat mijn vader eens zeggen? Die is altijd heel trots. Zegt, ja, BMW, goede kwaliteit, Bayern. Nou ja, dat gaat om het aantal mankementen per afgelegde kilometer. Hmm. Ja, dat is op zichzelf al Mars. Dat zijn hele kleine aantallen. Maar dat is bij de ene toch wel een stuk hoger dan bij een andere merk. Ja. En je hebt merken die notoor onbetrouwbaar zijn. Dan ga ik trouwens een keer om consumentengids. Ja, veel... Zeg maar luxe auto's of dure auto's staan niet in die consumentengids overzicht. Dat zijn meestal, laten we zeggen, de normale auto's. Ja. En daar zijn al hele grote verschillen in betrouwbaarheid. Hmm. Ja, kijk, Japanse auto's zijn gewoon, en volgens mij ook Koreaanse auto's tegenwoordig, zijn veel betrouwbaarder dan Europese auto's. En ik dacht ook vooral als je dingetjes moet vervangen, onderdelen goedkoper. Ja, dat weet ik niet Ja, je hebt Japanse auto's die 7 jaar garantie bieden. Mm. Ja, dat kunnen ze natuurlijk alleen omdat ze zelf heel goed weten dat ze daar niet al te veel geld in kwijt zijn. Maar de Japanse auto's zijn betrouwbaarder dan de Europese. Kan je garanderen dat Citroën Peugeot geen 7 jaar garantie gaan geven? Precies, daar moet ik ook meteen aan denken als het gaat om onbetrouwbare auto's. Ja, heb je het ook. En Amerikaanse auto's, denk ik. Van die grote bakbeesten. Dat zou kunnen, maar Amerikaanse auto's zijn in allerlei opzichten zo simpel. Die zitten zo simpel in elkaar. Dat er volgens mij, als ze eenmaal genezen zijn van hun jeugdkwalen, jeugdpuisjes, zou ik maar zeggen, dat ze wel eindeloos meegaan. Omdat alles eigenlijk wel zo zwaar... Het zijn eigenlijk platgeslagen vrachtauto's. Zat Tesla ook in het lijstje? Tesla had een belazerde reputatie op punt van betrouwbaarheid. Vraag maar aan die taxichauffeurs op Schiphol, die allemaal in die spullen hadden. Ja, nee, Tesla had een heel slechte reputatie. En ja, hoe kan het dat het ene type van de fabrikant beter is dan het andere? Dat heeft te maken met de assemblagekwaliteit. Dus je hebt fabrieken, blijkbaar ook waar die kleine Audi werd gemaakt, waar gewoon de kwaliteitscontrole veel beter is dan in andere fabrieken. Je weet dat die auto's all over the place geassembleerd worden. Ja. Dat is maar net welke fabriek ze gekozen hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe die Lightyear, die rolt nu van de band, hè? Die in Helmond... Ja, dat kan ik je garanderen. Dat zeker in het begin zullen ze moeite hebben met de assemblagekwaliteit. Ja. Dat is echt een routine kwestie. Dat moet je opbouwen voordat de flow daar echt in zit. Dat valt nog niet mee. Ja. Ik weet dat VDL in Born, enige autofabriek in Nederland, die wilde heel graag dat produceren. Maar ze hebben toch voor volgens mij een Finse autofabriek gekozen. Ja, nou ja, Porsche werd ook al lang in Finland, vooral de Cayenne werd in Finland geassembleerd. Die had bij mijn weten niet zo'n geweldige reputatie. Die autofabriek? In Finland. Ja. Maar heeft VDL Netcar wel een goede reputatie? Die hebben natuurlijk ook wel wat dingen. Geen idee. Dat heb ik eigenlijk nooit iets over gelezen. Nee, want de Mini is daar tijd geproduceerd. Maar je steeds kijken waar de auto is geassembleerd is. Hmm. Ja. Waarom? Nou, je had bijvoorbeeld die Mercedes-busjes, die Vito-busjes.
Ik weet niet, is dit voor onze luisteraars eigenlijk nog een... Nee. Maar dit maak je maar een aparte uitzending. Maar jij zegt toch altijd, als je het niet meer leuk vindt, ga je maar wat anders luisteren. Ja, dat is natuurlijk waar. Mensen hebben nu kerstvakantie, hè? Dus hebben ze wat extra tijd. Oh, je zou zeggen, dan zijn ze zelfs in deze onderwerpen niet. We zullen het afsluiten na deze observatie. En Mercedes had natuurlijk traditioneel een geweldige reputatie. Maar die liet zijn Vito-busjes, populair busjes, liet Mercedes assembleren in Spanje. Ik weet niet of het nog gebeurt, maar daar zijn ze mee begonnen. Nou, die Vito-busjes waren ergste rammelkasten die je ooit van je leven gezien had. Doordat ze in Spanje werden geassembleerd? Ja, precies. Want daar zijn de kwaliteitseisen. Nou ja, de schroefjes werden gewoon niet behoorlijk aangetrokken. Daar kwam het op neer. Oké. En dat natuurlijk je assemblage in Japan, dat die echt tip-top is, dat is algemeen bekend. Ja. En die Lightyear-auto moet wel wat goedkoper, hè? Want die kost nu nog volgens mij 1,5 ton. Nou ja, kijk, dat zijn allemaal auto's die verder... Lollig voor de autotijdschriften en fijn voor de krant om eens een stukje over te schrijven. Maar dat zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn, flauwekul auto's. Alle auto's die nieuw meer dan 75.000 euro kosten, dat is trouwens al, reken eens terug in gulden, ja. Een gigantisch bedrag. Nee, ik vind eigenlijk, er is al iets met je mis als je aan je auto meer uitgeeft dan... Wat zullen we zo'n fatsoenlijk bedrag van maken? 40.000 euro, zullen we dat zeggen? Ja, ja. Maar dat zullen mensen die in de middenklasse die een beetje in auto's zijn geïnteresseerd. Maar, en dan nog, als we nou toch een advies kopen, in godsnaam tweedehands. Ja. Ik weet dat de Tesla's ook heel duur waren in het begin. Dat gaat nu wel... Werden geweldig gesubsidieerd. Waardoor dus allerlei mensen die... Zo'n beetje de laatste groep Nederlanders die subsidies nodig hadden... die werden gesubsidieerd met die Tesla. Ja. Ja. Want ik geloof dat die grote Tesla aanvankelijk ook ver over de ton kostte. Precies, ja. Nou, je hoopt dus dat die Lightyear het wel redt, want het is wel voor het klimaat goed, hè, dat het op zonne-energie rijdt. Ja, het is allemaal hartstikke fijn. We gaan natuurlijk toch wel de elektrische kant op. Ja. Al is de precieze ecologische voetafdruk van zo'n auto natuurlijk altijd enorm. Meneer Vos, u ziet niet veel meer, maar ik zal u toch maar goedkeuren. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar, don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? 2023 was een succesvol jaar voor Ali Nignam van Bunk. Hij had zowel persoonlijk als zakelijk succes. Ik praat met hem in de podcast Sea Level. Het linkje vind je in de show notes.